Allee, de wakker, de Daily Slow, de Daily Slow. I'm hella woke. I don't sleep. New room, new room, new room. Again. Ik heb alweer heel mijn kamer veranderd. Door al jullie lovende commentaren over mijn nieuwe setup, heb ik mijn camera anders gezet, want het ziet er al veel beter uit van deze kant. So yes! New room, new room! Hey guys, we back. Laten we deze video serieus beginnen, man. Na mijn vorige video die ik had gemaakt over volk wordt wakker, zijn er aardig wat dingen veranderd in de Facebookgroep. En ik ga niet liggen, ik had ergens wel gedacht dat dit ging gebeuren. Vanaf dat ik een video maak over een redelijk kleine, besloten, geheime Facebookgroep, je geheime Facebookpagina wordt dan ineens blootgesteld aan 100.000 mensen. Sorry daarvoor, ik heb het geheim van volk wordt wakker aan het grote licht gebracht. Daardoor ben ik volgens mij uit de groep gekikt en kan ik er niet meer uit. Jammer genoeg kan je gewoon een nieuw account maken op Facebook en ik zit weer in volk wordt wakker. We back. Terug van nooit weg geweest, man. Het is nog een dag geleden dat ik zag dat ik eruit gezet ben. Wat ook betekent dat bij mijn nieuwe merch drop deze long sleeves met dit zieke design, hoor. Dat is zo nice. Ik ben terug uit volk wordt wakker. Wat heb ik gemerkt? Ik denk, en ik ben eigenlijk wel vrij zeker, dat de geheime dienst op de een of andere manier ook in deze groep terecht gekomen is. En ze hebben toch gezien van holy shit, er zijn te veel mensen wakker aan het worden. We moeten dit. Niet alleen ben ik uit deze groep gekikt, ook is de admin veranderd. Er had ook iemand iets gecomment onder mijn laatste video waarvan ik dacht van, daar zit wel waarheid in. Het gaat mij niet verbazen als deze video verwijderd wordt. Good that you stood up, bro. Mijn video's staan nog steeds online. Een wonder. Ik ben ook nog niet vervangen. Denk ik. 2 weken geleden stond in deze groep alles. Zoveel dingen, je kon echt wakker worden in deze groep. Maar nu, de laatste week, wordt alle content beperkt tot 5G en COVID. Ze beperken ons echt. Er is veel meer te zien, maar nee, ze willen dat we ons enkel focussen op die 2 dingen. Enkel over de dingen waardoor je denkt dat je misschien wakker bent, maar dat ben je niet. Woo! Wat wanneer je alleen kunt pinnen in een winkel en je hebt alleen maar contant geld bij je. Hoe los jij dat op? In veel winkels kan je dus niet meer met cash betalen omdat ze niet willen dat je met je vieze fucking handen aan geld zit dat je dan doorgeeft aan andere mensen. Geld staat in de top 3 van de 3 vuilste voorwerpen daar bestaan. Ik denk zelf dat geld op nummer 1 staat, het scherm van je telefoon op nummer 2 en dan deurklinken of toetsenborden, denk ik. Je komt in een winkel, je hebt allemaal dingen bij, je hebt enkel cash geld bij, je komt bij de kassa en je kan enkel betalen met de kaart. Je flikkert gewoon het geld achter de balie en loopt weg. Je hebt betaald. Dat is pretty woke. Gewoon op je strepen gaan staan. Dit is een wettig betaalmiddel. Doen ze dit niet, gewoon de winkel uitlopen. Maar onder deze comment staat een comment van iemand anders en die zegt de zoveelste slapende persoon die wat geen regels kent. Een winkelier bepaalt zelf welke betaalmiddel. Oehoehoe. Hey, dat is niet woke, man. You sleep, you. Oh, get the fuck out. Iets uit de verpakking halen en meenemen of direct opeten en of drinken. Zeg gewoon daarna kwestie van overleven. Stijlen doe je pas wanneer je met verpakking de winkel uitloopt. Dit is de woke shit dat ik in de spaanhuil zie maken. Erik de woke hier. Deze guy slaapt niet. Nooit. We don't sleep. Sinds vandaag deze melding in mijn scherm. Wat moet ik hier nu weer van denken? COVID-19 blijft thuis en blijf op de hoogte. Chrome laag voor nieuwe YouTube-kanalen. Yo, ik zou dit niet vertrouwen, man. Er moet ergens in deze foto een geheim bericht zitten, man. Ik zie het niet. En ik ben wel woke, man. Ik zit in deze pagina. Oh shit. Ik heb het. Netflix. TV. Disney. Snappen jullie het? Ik ook niet, man. Durf jij toe te geven dat jij bent of was gehersenspoeld en geïndoctrineerd door de media en het onderwijs? Nou, dat niet. Mijn intuïtie gaf het al aan dat er sowieso iets niet aan klopt. Nee, had al 30 jaar heldere dromen. Dus geen verrassing. Vond het wel lastig dat het zo lang duurde dat mensen wakker werden. Ik zat op school en ik dacht van, wajo, ik hoor je gebrainwashed elke fucking jaar praat. Ik ga stoppen, man. En zo ben ik gaan stoppen met school. Een succesverhaal van een jongen die op vroege leeftijd wakker geworden is, man. Ja hoor, maar gelukkig 15 jaar geleden al wakker geworden. Al de mensen praten hier zo over wakker worden, alsof dat zo 15 jaar geleden is dat ze een alcoholverslaving hebben kunnen ditchen. 15 jaar geleden dat ik nog een sigaret gerookt heb, man. Vandaag vier ik mijn 10e verjaardag van wakker worden. Feels good. Ik tot mijn 40ste ook. Daarna pas wakker geworden. What the fuck? Ja, als kind. Maar toen ik op eigen benen kwam te staan. Geluk bij veel ongeluk. Was ik heel jong, toen ik zelfstandig moest. 15. En mocht sindsdien voor mezelf beslissen en denken. Inmiddels al 10 jaar wakker.
Zoals je kan zien aan het succesverhaal van al deze mensen. Het is niet makkelijk om wakker te worden, maar het is wel de moeite, man. Het leven gaat niet beter worden. Het wordt eigenlijk alleen maar erger. En je ziet al de leugens die voor je gepresenteerd worden. Zou ik zelf terug gaan slapen nu dat ik al deze info heb? Ja. Maar wat kan je daaraan doen? Hey! Soon new merch! Ik weet niet wat dat eraan gaat veranderen. Maar dan ben je wel gewoon nice gedressed. Heb je nice kleren. Wow, clan! Woo! Bedankt voor het toelaten. Neem veel met één lach. Dan heb je vaak één topdag. Groet van André van Wel. Wow! Wow! Woo! Hier zien we het weer. Een echte foto van de gezichtsherkenning op straat op deze moment. Voor de mensen die de vorige video niet hadden gezien, die 1,5 meter afstand die we moeten houden tussen iedereen, is zodat ze dit kunnen doen. Als we dicht bij elkaar wandelen, kunnen ze dat niet doen. De voorloper hiervan waren de camera's en de vogels. Neem me niet verkeerd, die zijn er nog steeds. En elke vogel zitten nog steeds webcams in hun ogen, zodat ze alles kunnen volgen wat je doet en zo. Gisteren was ik een broodje Martino aan het eten en toen vloog er een mijl. En die heeft gewoon letterlijk mijn broodje uit die zak genomen. Zoals je ziet, de mensen die de vogels besturen, kijken gewoon van een afstandje. Ze zagen dat ik een broodje aan het eten was. Zij weten dat ik het volk probeer wakker te maken in YouTube-video's. Dus zo proberen ze mij te irriteren en bang te maken om naar buiten te gaan. Door mij aan te vallen met een cybergenetic mail. Dat is echt gebeurd. Dat is not even a joke. This is real. Oh, yo. Men heeft nu een stok achter de deur om jonge mensen aan de vaccinatie te krijgen. Dood aan degene die dit heeft bedacht. Don't get fooled. Fuck die festivals, man. Gamer. Dus voor mij nooit meer een evenement. Pure chantage. Machtsmisbruik. Unfucking believable. Dus nooit meer een feest voor mij en mijn gezin. Vrijheid? Laat me niet lachen. Dus in plaats van jullie te laten vaccineren en jullie medemens en familie te beschermen, gaan jullie stijfkoppig doen en laten jullie nog mensen in gevaar brengen. Zo, zeer wakker zijn jullie. Wat een fucking bullshit. Ik bepaal zelf wel wat ik doe met mijn lijf. Ik breng niemand in gevaar. Hoe kunnen ze mensen die gezond zijn en gezond verstand hebben ook verplichten een injectie in te nemen? Onderlinge ruzies en volk wordt wakker, man. Never seen before. Zoals ik in het begin van deze video al zag, dat het gaat enkel nog hierover. Alle andere dingen, de piramides in Antarctica, de ondergrondse tunnels in Disneyland, het koningshuis die allemaal kinderen ontvoert. Het is allemaal weg. Iedereen in deze pagina is nog maar gefocust op één ding. Hier hebben we weer een mooie luchtfoto. Dat is van de 5G-straling. Oeh. Wow! Zien jullie ook welke letter er hier in de lucht staat? De N. Wat is de eerste letter van mijn naam? Dit kan niet. Ik moet mijn naam veranderen. Er is een video en hij noemt Update Vrijheid. Hier ben ik nogmaals weer eens een keer. Ik hoop dat het nu allemaal goed gaat. Okay, ik snap niet dat jullie eigenlijk op je kop laten zitten door mensen die zelf alles doen wat God verboden heeft. Ik snap het nog steeds niet. Ik kan het niet begrijpen. This guy is wakker, man. Ik ben een vechter. Ik vecht ook kracht er tegen, maar ik ben ook een beetje moe aan het worden van alles. Oh, no! No! Niet moe worden, man. Don't go to sleep. Je bent een vechter. Je bent een strijder, man. Niet moe worden. Don't. Waarom gunnen die mensen ons onze vrijheid niet? Kijk deze mooie dag vandaag. Nee, we moeten binnen blijven. Ze sturen politie op ons af. Hij zit nog buiten. You're outside, man. Chill. Niet moe worden. Ik heb een video gevonden van een Belg in deze pagina. Ja, ik ben niet de... Ik ben niet de enige Belg in deze pagina. Naast dat hij t-shirts verkoopt voor 23 euro. Er staat erop, ik zag Nijnta aan mondmaskers. Is er iets anders heel interessant aan deze video? Het gaat eigenlijk altijd niet om wat hij zegt. Het gaat er meer om wat je eruit ziet. Als de coronamaatregelen weer strekt onder regels houden. Zien jullie het ook? Weet die Franse sluizen nu nog niet als het een baan bij zes en een baan. Jullie het ook? Zien jullie die ringelen rond zijn oog? Dat is niet van een zonnebril. Deze guy is gewoon al heel zijn leven wakker. Deze guy slaapt gewoon niet. Hij verkoopt t-shirts waar erop staat. Ik zag net tegen mondmaskers. Dus je weet hij is woke. Dit is hoe je eruit ziet als je wakker bent. Allee, de wakker, hè? Dit is slow, man. I'm hella woke. I don't sleep. Zoals hij zegt, man. Alleen de wakkere mensen verstaan mijn video's. Als je slaapt, dan slaap je maar. Anker. Allee, de water. Als je slaapt, dan slaap je. Jullie horen het hier dus voor het eerst. Don't sleep.
Stay woke! En als je nog een leuke activiteit nodig hebt om wakker te blijven, kijk gewoon al mijn video's. Hey, love! Bedankt om te kijken naar deze video. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik hoop dat jullie deze setting leuker vinden dan de vorige. Ziet er wel gezelliger uit dan met die lamp daarachter. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt om te kijken. Love you. See you guys soon. Hey, de channel is echt amazing aan het doen, dingen. I'm so happy. Ik heb het zo moeilijk gehad om van kanaal te veranderen en om weg te gaan van mijn main channel en dan naar hier te komen. In het begin had ik daar zoveel moeite mee en dit voelde niet als mijn kanaal, maar nu, it feels better. Het voelt beter dan ervoor. Ik krijg berichtjes van de mensen van Google in Brussel die zeggen van, hey, je video's zijn echt leuk. We back! Ik heb misschien nog niet de 420.000 abonnees dat ik had op mijn vorige kanaal, maar ik beloof, the 1 million dream is not over, man. I keep going. I never stop. Bedankt om te kijken. Love. Toon gewoon een beetje liefde aan iedereen. Ben gewoon vriendelijk en amuseren. Have fun. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ik denk dat dat echt wakker zijn voor mij betekent. Niet dit. Werk aan jezelf en werk aan je emoties en leer jezelf kennen. Ik denk dat dat wakker zijn is. Niet deze bullshit. Leer jezelf kennen. Echt jezelf kennen. Het is super moeilijk om andere mensen te begrijpen. Daarom zijn we echt heel ons leven op zoek naar onszelf. Snap je? That's a bit too deep. I love you. I love you. Yeah.